Afgelopen woensdag was er veel volk afgezakt naar het Roy in Bergen voor de heenwedstrijd in halve finale van de Beker van België in het futsal. Waar FT Antwerpen, spelend in het wit, gastheer was voor topfavoriet RSC Anderlecht. Deze laatste laat er geen gras over groeien. We spelen amper 1 minuut en het is Dillion die hoog in het dak de 0-1 binnenknalt. De thuisploeg is niet meteen wakker en zo scoort Dillion na amper 2 minuten de 0-2. FT Antwerpen met een eerste dreiging via goalie Idrissi. Twee minuten voor het einde van de eerste periode is er de onvermijdelijke D'Angelo die de 0-3 score op het bord zet. FT Antwerpen komt dan wel beter uit de kleedkamer. De intrap van Zaaf, het kaatsen van Zugaghi en Zaaf die net naast schiet. FTA wil wel, maar de Brusselaars zijn dodelijk efficiënt. En wanneer er niet goed ingespeeld wordt, is het Grello die iedereen het nakijken geeft. En zo staat de 0-4 op het scorebord. Ja. 26e minuut, wanneer de thuisploeg komt dreigen. De staalharde voorzet van Moussaoui en het binnentikken van Ibi. Goed voor de 1-4. We zitten ondertussen 2 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Wanneer Grello op wandel gaat en Tomic perfect bedient. Die de bal heerlijk in de bovenhoek legt en zo wint RSCA met 1-5. En staat het met anderhalf been in de finale van de Beker van België. Ik denk een overdreven uitslag. Anderlecht wint hier vandaag verdiend. Hè. Een ploeg met heel veel kwaliteit, een uitgekookte ploeg, een volwassen ploeg. Scoren op de juiste momenten doen ons eigenlijk ook heel snel, na 2 minuten eigenlijk 2-0 achter. Moesten we van wakker worden, zeg maar. Voilà. En nadien hebben we toch weer werk geboden. Op het moment dat het eigenlijk 1-2 had kunnen worden, ja, maken we dan een individuele fout waardoor het 0-3 wordt. En dan begin je aan die tweede helft met volle moed. En creëer je een paar kansen. Maar dan weet je dat je hen niet te veel mag geven. Want ze zijn o zo efficiënt. Het is gewoon een ervaren, uitgekookte, volwassen ploeg. Het is een beetje ingecalculeerd. Hè? We spelen tegen de beste ploeg van België. Anderlecht heeft het zeer goed gedaan. Zeer goed gestart met een 0-2. Dan wordt het moeilijk. Maar ik vond dat we dan ons in de wedstrijd knokten en hadden we een doelpuntje verdiend. En dan spijtig genoeg krijgen we die derde tegen en dan wordt het natuurlijk heel lastig. Nu, ik vind dat we een goede partij hebben gespeeld. We weten wat we kunnen. We kennen ons niveau. Ik denk dat we de tweede beste club zijn in België. En er is nog altijd een maatstaf dat Anderlecht toch wel sterker is als Antwerpen. Nu langs de andere kant doen we het met onze eigen groep. En ik denk dat we het goed gedaan hebben. Ja, we hebben een hele goede wedstrijd gespeeld. Misschien een van de beste van ons seizoen in België. We wisten dat voor Antwerpen het was ook de wedstrijd. In twee wedstrijden is ook moeilijk. Dus we hebben heel concentratie vandaag. Een sterke wedstrijd gespeeld op alle vlag. Aanval, verdediging. Ja, we hebben misschien de perfecte wedstrijd gespeeld. Ik denk dat ze wel verdiend gewonnen hebben, maar dat we een verdienstelijke wedstrijd spelen. Ik denk dat we een aantal doelpunten meer hadden kunnen maken, de kansen die we gehad. Maar ik denk dat het op voorhand geweten was dat het vandaag niet makkelijk zou zijn. Ik denk dat de score iets hoger liep dan het de wedstrijd was. Maar uiteindelijk, oké, we wisten dat het moeilijk was. En de terugwedstrijd zullen we ook gewoon ook alles aan doen zoals we dat vandaag gedaan hebben. Maar de focus is vooral terug op die competitie. Volgende week woensdag in Pibo en dan vrijdag Vizé. Dus we weten wat ons te doen staat.